Violien, dat je weer los kennen. Ja, prachtig. Nou, eindelijk weer. Hier is Violien. Dat is wel een lot uit de loterij opgestuurd. En ik denk dat er die auto 80 wordt. Is het werk? Ja, bliksem. Dus eerst net stil. Het lijkt wel makkelijk. Het is niet makkelijker dan woorden denken misschien, maar het is wel pittig. Ja, dankjewel. Nou, mooi dat zo'n natuurgebied u dan samen hier richting een missie terwijl is, nou. Ik heb een helm nodig en die hak ik op. Ik ben, toen ik begon te gaan, ben ik voor de kop fijn. Maar dat in mijn oude die nooit weer gebeurd. Wat is er zo mooi, hoor? Ja, de kick, de snelheid. Zeker als dan van wie een oud ziel, dan krijgt er wel zo'n gigantische hutte snelheid. Dat is allemachtig. Ik heb ooit een keer op een Sjoekemaarhek en TomTom geboord gehad. En dan zielden we me heel erin. Dan ging ik de joegen 60 kilometer in de boord aan. Maar wie krijgt draaien? Nou, dat is als dan op een fiets bent, dan is het nog wel wij hebben helemaal zelf behouden en daardoor beperkt de kosten heel slim. Nou ja, wat heb ik te vertellen? Mooi mijn koor. Eigen oren en wat materiaal. Ik werk bij de thema, maar dus 1 keer prijs en om mij €400 in aan de zuil. Het is een enig kostje. Dan kun je het mooi in Rusland zien, maar dan kun je het wel in Amerika zien. En dat kan mijn beurt niet lukken. Ik zou het wel graag willen, maar ik doe het al eerder, maar de pasklote loterij mooi. Maar die heb ik niet uit doen, dus dat is... Hier is de hut, maar hier is ik let. Dus je flingen, als je eruit slingert, dat is mij gebeurd. Dus je slingert in de ruit en nou ja, dan glijd je wel tot je stopt, clear. Nee, dit is net gevaarlijk. Het grootste gevaar zit hem in retreat, is dus nooit de e-shield attack komen. Dat is het grootste gevaar. Retreat is maar net denken van, oh wat leuk, dat ging ik even zien. Want als je erbij staat, is leven gevaarlijk. Dat is wel gevaarlijk. Dit is pittig. Ik moet hem. Ik heb er moeite om te houden. Maar verder hartstikke mooi. Prachtig.